Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid is tevreden met hetgeen bereikt is op het gebied van volksgezondheid, ondanks de moeilijke economische situatie in het land dit jaar. Het kan altijd beter, zegt hij. There was never a dull moment. Een aantal zaken konden wel beter aangepakt worden, geeft Pengel kritisch aan. Op die zaken gaat hij het komende jaar strenger letten. Met name de preventieprogramma's vinden wij zelf dat ze onvoldoende uit de verf gekomen zijn. We hebben heel erg hard ons best gedaan wat het curatieve betreft, dus de dienstverleners in de curatieve sfeer. Maar ik denk dat we daardoor wat focus verloren hebben met betrekking tot preventieve gezondheidszorg. Er zijn lopende programma's. Maar als we gewoon alleen maar kijken naar de problematiek met betrekking tot overgewicht bij jongeren, als we kijken naar seksualiteit onder jongeren, denk ik dat we in 2017 daar een betere focus op moeten leggen. Waardoor we dus een ander soort bijdrage leveren aan de gezondheidszorg in Suriname en voornamelijk in de preventieve sfeer. Het is een uitdaging geweest om te werken met de bezuinigingsmaatregelen van de regering, zegt de bewindsman verder. Er moesten steeds prioriteiten worden gesteld. Deze hebben geleid tot veel spanningen met bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Recentelijk ook nog werkneerleggingen en zo, omdat cao's niet nagekomen konden worden of getekend konden worden. Dus wel altijd een uitdaging, ja. Maar het is belangrijk dat we met elkaar, zoals dat hoort, blijven communiceren. Open, transparant. Zeggen waar het op staat en geen dingen beloven die we niet waar kunnen maken. Dus dat wij dus met deze belangrijke actoren echt gaan zitten en kijken van oké, dit is het budget en dit is de ruimte die we hebben om te besteden. Wat kunnen we hiermee doen? Niemand wil downgraden. Wij willen dat zeker ook niet. We willen niet dat de gezondheidszorg downgrade naar een onacceptabel niveau. We moeten eigenlijk koesteren wat we nu hebben en als het kan verbeteren. En dat gaat geld kosten, dus over dat financieringsvraagstuk is het laatste natuurlijk nog niet gezegd. Het belangrijkste is dat we gaan moeten kijken welk deel is verantwoordelijkheid van de regering en welk deel moeten we aan de samenleving vragen om hun bijdrage te leveren. En niet in termen van kosten, maar wat is de bijdrage voor de waardecreatie die er plaats moet vinden. Gezondheidszorg heeft waarde. Denkt u maar, wanneer een dierbare van u geopereerd moet worden, dan hebben we er wel alles voor over om die persoon te opereren of weg te sturen. En dan doen we van alles. Maar op het moment dat die persoon beter is, vergeten we even wat de waarde is die dat vertegenwoordigt. Dus wat is het onszelf waard, die gezondheid? En wat is het ons waard dat deze dienstverleners aanwezig zijn? Dat er een cardioloog 12 uur per dag een operatie kan doen. En dat de speciale getrainde verpleegkundige de zorg later overneemt. Wat is het ons waard? Het kost allemaal geld. Tot zover minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. Hij is best tevreden met hetgeen bereikt is op het gebied van volksgezondheid, ondanks de moeilijke economische situatie in het land.